zet ik de vloer aan, dus dat is de schijf. Ja. Hiermee kan ik hem snel draaien of langzaam. Okay. Hiermee zet ik hem stop. Ja. En dit is voordraaien, dus dit betekent dat ze stilstaan. De kan dakjes aan en uit. Dan hiermee kan ik hem afremmen. Ja. En dan als hij bijvoorbeeld heel snel draait. Ja. En als hij stilstaat en ik druk hierop, kijk, dan gaat hij een klein stukje draaien. Ja. Dus als hij eigenlijk aanstaat er voluit. Okay. En ik druk deze in, dan gaat hij eigenlijk weer naar die stand wat je net zag. Okay. Dit is voor de kruisen. Dus precies een kruisen aan, kruisen uit, kruisen voordraaien en de snelheid. Nou, dit is allemaal verlichting. Okay. Hier hebben we een timer. Ja. Als de tijd voorbij is, dan gaat er hier een lampje branden. Okay. Dan kan je precies zien dat hij moet stoppen. Ja. Dit is de rem van de gommels. Okay. Dit zijn de stroboscopen. Ja. De flitsen. En hier heb ik dan dan kan ik de kleuren mee bepalen van alle spots. Okay. En ook de kleuren van de stroboscopen. Okay. En dan hebben we natuurlijk daar een jinglebox. Ja. En dit is ook nog een jinglebox. Oké. Okay. En hieronder hebben we nog een pedaal. Ja. Dat is eigenlijk ook de gommelrem. Oké. Dus dat is een heel gevaarlijk. Dat is voor mijn echo. Oké. Dus die pedaal die je net aanwees, dat zegt dat het extra zekerheid en extra veiligheid. Ja, nou ja, als het druk is en ik kan naar de schoop en de rem er weer een beetje op zetten, dan kan ik deze gebruiken. Oké, handig. Dat is wel een beetje voor jezelf om het makkelijker te maken. Oké, ja. De plaats is de gast, dus dat wij de wereld twee gewaagd. Laatste plaats heeft zo erg. En hoe kan het eigenlijk dat de meeste Cairns fans of Breaking Cairns fans jou de beste operator vinden? Waar ligt dat aan? Ja, dat weet ik niet. Kijk, wat ik denk, heel veel exploitanten die doen dit werk natuurlijk omdat ze er eigenlijk een beetje in tussen haakjes moeten. Ja. Hey, want dat is helemaal hun leven, hun werk. En ik doe het omdat ik het leuk vind. Oké. Okay. Mijn echt hobby. Ja. En door de week dat ik gewoon lekker werk en weekends, ja, dan doe ik graag dit. En okay. Dan ben ik daar heel enthousiast over. Ja, zeker. En dan, misschien laat ik dat meer zien of meer merken, weet je. Okay. En ik ben altijd wel, ik vind dat wel leuk als mensen dit leuk vinden wat je doet. Ja. En dat motiveert je alleen nog maar extra. Ja, maar goed, iedereen heeft natuurlijk zo zijn eigen mening. Ja. Dus ja, de ene vindt het wel leuk wat je doet, de andere vindt het niet leuk wat je doet. Ja. De ene die vindt die brekers leuk omdat daar misschien een betere show wat te geven. Ja. En andere vinden een brekers juist beter omdat hij heel snel draait. Nou, deze is niet per se de snelste. Maar ja, ik doe heel anders interactie met het publiek. Ja. En dat vinden anderen weer heel leuk. Ja. Okay, iedereen heeft zo zijn eigen mening erover. Ja. Ik ben blij dat ik gewoon bij deze training zit. Ja, zeker. En al, ik denk al wel een jaar of 10. En geloof ga ik ook nog niet meer. Nou, gelukkig. Ja, alsjeblieft.
is nog geen vakantie, die nou wat met de instap. Ja, ik vind het heel koud. Ja, maar ja, dat is ook echt niet anders. Ja, ja. Ja, maar toch een beetje jammer. Het is zeker jammer, nee. Het is zeker niet. Ik hou dat niet zo van, zo makkelijk aan hier. Je weet dat zelf hoe je hart nu voor de deur en dan van de paar die grenzen komen hier een beetje. Deze kamp is ook leuk, hè? Oh, dat is voor de vlammenwerper, hè? Oh, Firefur. Ja. Die op de Birkenstal. Diamant staat voor vlammenwerper. Oké. Okay. En als sinds Goldwijn wat heb overgenomen? Ja, het zit er nou een jaar op. Oké, okay, leuk. Ja. Diamant? Ja. Oh, vet. Ja. Dat is echt heel vet. Ja, ja. Ik ook eens. Zit je al sinds het begin bij deze breakdance, toen Martin Meijer begon? Wat zeg jij? Zat je al in het begin bij deze breakdance, toen Martin Meijer begon? Een paar jaar daarna. Oké. Okay. Eerst was Ton Speelman was hier. Ja. En die was als bedrijfsleider. Ja. Gestopt. En toen ben ik eigenlijk gevraagd of ik eens wou helpen. Ja. En dat werd steeds vaker. Oké. Okay. En ik ben een tijdje bedrijfsleider geweest. Dus okay. Ik ben een paar jaar meegereisd. Ja. En toen, toen ben ik eigenlijk weer gestopt. Ja. En dat was een vaste baan. Ik kon er eigenlijk niet echt afscheid van nemen, dus daarom ben ik elk weekend nog een beetje. Oh, leuk. En ik vind het nog steeds super leuk. Ja, zeker. Ja, Ja, ik wil heel goed. 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 Ja, ik wil heel goed.
het heel erg vriendelijk. Ja, je hebt natuurlijk andere prachtige mensen die daar gewoon gevoelig voor zijn. En dat vind ik hier wel. Is het zo? Nee, nee.